de eerste woensdag van juni is het wielerpeloton neergestreken in Harderwijk voor de parel van de Veluwe. Net als de voorgaande twee wedstrijden van de clubcompetitie schijnt de zon volop en is het vrijwel windstil. Vanaf het bouw- en infrapark vertrekken de coureurs voor een koers over 168 kilometer. De wedstrijd voert de renners via een grote lus van 111 kilometer over de Noord-Veluwe, waarna nog 5 plaatselijke rondes te rijden zijn. Na ruim een uur koers zien we 4 koplopers. Harry Swering, West-Frisia, Martijn Knol, de Kannibaal, Marien Bogert, Crush IJsselstreek en Roderick Egberink van het Dutch Food Valley Cycling Team. Het peloton gelooft het wel en laat de 4 voorlopig begaan. Het kwartet werkt uitstekend samen en de voorsprong loopt gestaag op. Knol en Bogert komen beide uit de regio en zijn erop gebrand om zich te tonen aan het thuispubliek. Lange tijd schommelt de voorsprong van de kopgroep tussen de 1,5 en 2 minuten. Na ruim 100 kilometer koers vindt het peloton het echter mooi geweest en vanaf dat moment verkleint de voorsprong ziender ogen. Melle Meeuwissen van Jan van Arkel en Björn Bakker en WVG willen een hergroepering echter niet afwachten en maken de oversteek naar de koplopers waar Martijn Knol de rol heeft moeten lossen. Maar ook de verse krachten in de kopgroep kunnen een samensmelting niet voorkomen en bij de tweede doorkomst in Harderwijk zien we een compleet peloton passeren. De warmte eist in de finale ook zijn tol. Met deze temperaturen is kramp een sluipmoordenaar en dat ervaart ook Etienne Lenting van AW-groep Swabo. Met nog 2 ronden te gaan zien we Wiebe Scholten en Jelle Wolsink die samen ontsnapt zijn. Het duo uit het oosten van het land pakt al snel een minuut voorsprong op het peloton. De twee kennen elkaar en de verstandhouding in de kopgroep is uitstekend. Het peloton krijgt geen achtervolging georganiseerd, mede door het verstorende werk van Senzar Kanjes voor Kanjers en Volker Wessels. Als Scholten en Wolsink de bel krijgen voor de laatste ronde is de voorsprong nog steeds een kleine minuut. De twee weten dan dat zij mogen gaan uitmaken wie de parel van de Veluwe 2018 op zijn naam mag schrijven. Op de brede Fienestraat is het uiteindelijk Jelle Wolsink die de rapste is voor de stevig balende Scholten. Een mooie opsteker voor Wolsink en dat zorgt natuurlijk voor emotie en vreugde bij zijn vriendin en ploeggenoten. Zie wat hij hier kan! Klasse, jongen! Gastverdomme, wat een beest ben jij, jongen! Jesper Ras wordt 6e en blijft daarmee leider van zowel het algemeen als het jongerenklassement. En ondanks zijn 2e plaats mag Wiebe Scholten zich nog wel troosten met de prijs van de strijdlust. De winnaar van de wedstrijd namens Volker Wessels Merks is hier Jelle Wolsink. Jelle Wolsink, van harte gefeliciteerd met je overwinning in de parel van de Veluwe. Dat moet een goed gevoel zijn. Ja, zeker. Geeft een heel goed gevoel. Het liep nog niet echt lekker, maar de laatste paar weken loopt het toch wel weer zoals vanouds. Ja. Hey, beschrijf het koersverloop van vandaag eens. Het was vooral warm. Het was onrustig aan het begin. Wel erg, heel erg nerveus ook, maar op een gegeven moment brak het, zo net voor het plaatselijke rondje, ik denk na een kilometer of 80, 90. En dat bleef eigenlijk tot we hier opdraaiden. En toen kwam alles samen en in de tweede ronde reed ik met Wiebe weg, Wiebe Scholten. En ja, we reden op het DK al, DK tijdrijden al erg sterk samen. En de samenwerking was prima, was ook goed en we hadden ook gezegd, we rijden tot de laatste kilometer samen, volle bak. En dat betaalde zich uit? Ja, klopt. We kregen heel snel al 40, 50 seconden. En dat is het eigenlijk continu gebleven. Het bleef wel een beetje schommelen. Maar ja, omdat we reden gewoon één goed tempo. En ja, dat beloont voor ons allebei dan en voor mij een overwinning. Ga voor de volledige uitslag en de klassementen naar clubcompetitie.nu of download onze app.